Zahand van de studentfixer heeft zojuist bij me aangebeld. Hij en zijn collega zijn nu voor me mijn telefoon aan het fixen in een busje. Voor mijn eigen huis. Het regent, dus ik ben maar even gaan schuilen. Mijn iPhone X-scherm is kapot. En ik had een beetje rondgekeken op internet. En dat kan gewoon echt oplopen tot 600 euro zo'n reparatie. En daar had ik niet zoveel zin in. Maar in het begin was ik ook een beetje huiverig, aangezien die telefoon echt pas 2 maanden oud is en ik niet wil dat mijn garantie vervalt. Maar dat is dus niet het geval. Je kan kiezen voor originele onderdelen en dan vervalt je garantie niet bij de Apple. Maar als je telefoon al ouder is en je hebt toch al geen garantie meer, kan je ook voor de goedkopere nep onderdelen kiezen. Nou, je betaalt geen voorrijkosten. Ze komen dus binnen 24 uur aan je huis. In een busje repareren ze het. Je hebt ook nog een jaar garantie, dat ook nog. Dus het is bizar. Dus wat je ook met je telefoon of je laptop hebt, wat voor een reparatie je nodig hebt, of die nou in het water gevallen is, moederbordproblemen, je kan gewoon met alles bij de studentfixer terecht. En zij lost het gewoon binnen een half uur op. En zelfs als het niet te repareren valt en mocht het bijvoorbeeld aan de moederbord liggen, dan kunnen we die ook repareren. We doen ook moederbordreparaties op locatie. We hebben daar een microscoop, misschien kan het daar. Ja, een mobiele microscoop, we hebben een voltmeter. We hebben alle apparatuur eigenlijk aan boord. Helemaal geïsoleerd. Dus al denk je dat je telefoon niet te redden is, is hij altijd wel te redden door de studentfixer. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat een vrachtwagen over een toestel heen is gereden. Dat is een iPhone 8. En die hebben we ook kunnen repareren. Nou ja, dat is echt heel erg lekker. Screen protector overheen ook nog. Dat klopt. Oh, lekker jongens. Dan ben ik blij dat ik jullie gevonden heb. Hoe heet jij? Ik heet Heider. En kijk, hij is al bezig met mijn telefoon. Hij is al bijna klaar, joh. Ja, ik ben al klaar. Ben je al klaar? Ja, ik sta hier echt 2 minuten buiten, hè. In de regen. Mijn telefoon was dus gefixt binnen 5 minuten. Ik weet niet wat je ermee had gedaan, maar... Ja, gewoon laten vallen. En ja, ik had zo'n AliExpress hoesje erop. Maar ja, gelukkig heb ik de studentfixers die mijn telefoon binnen 5 minuten aan huis hebben gerepareerd. Dus echt super bedankt, jongens.